De lift op de Marienburg in Nijmegen is al ruim een jaar stuk. Toch stuiten de plannen om hem te verwijderen op veel protest. De lift bij de Marienburg is niet alleen iconisch, maar ook cruciaal voor mensen met een beperking. De SRE-groep wil de lift weghalen, terwijl het zelfregiecentrum Nijmegen juist de lift wil behouden. Omdat de lift van essentieel belang is voor veel mensen, komt zelfregiecentrum Nijmegen nu in actie. Afgelopen vrijdag zijn er 2000 handtekeningen voor behoud van de lift in ontvangst genomen. Maar heeft dit eigenlijk wel nut? Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Als we dat niet hadden gedaan, dan leek het al een beetje een gelopen koers. Er stond ook een artikel in de Gelderlander wat min of meer suggereerde van het is nu al zeker dat het zo gaat gebeuren. Maar volgens ons is het nog lang niet zeker. Er is gelukkig ook een gemeenteraad. GroenLinks heeft met name vragen gesteld. En er volgt nog verder overleg en wij zorgen dat we daarbij ook aan tafel zitten. De bestuurder van de SRE-groep die de lift wil verwijderen, dacht daar anders over. Nou, eigenlijk nog niet, omdat wij eigenlijk binnenkort mee gaan starten. We hebben overleg gehad met de ondernemersvereniging, de winkelvereniging. En we moeten nog een gesprek met de gemeente. En dan gaan we onderzoeken of het haalbaar is. Gebleken is dat de lift nu inmiddels, precies op 2 dagen na al 2 jaar stilstaat. En dat we eigenlijk eind vorig jaar voor het eerst een belletje hebben gehad van de lift staat stil. Wordt daar nog iets mee gedaan? En de lift staat vaak stil omdat er heel veel storing is. De Mariekestraat is een straat met 2 niveaus. Dus beneden en boven. Dus als je naar boven toe wil en je zit in een rolstoel en er zou geen lift zijn, moet je enorm ver omrijden. Maar als je boven van de ene kant naar de andere kant wil, dan heb je bruggetjes die heel steil zijn. Dus een lift is heel belangrijk, ook om het gevoel te hebben dat je erbij hoort. Kijk, er wordt heel snel gedacht aan iemand in een gewone rolstoel. Maar er zijn ook veel mensen die met een stok lopen of die gewoon slechter been zijn. Dus het is voor een hele grote groep mensen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een conditiehandicap door hartfalen. Aan de ene kant wordt het dus gezegd dat de lift belangrijk is voor mensen die slechter been zijn. Maar op basis waarvan werd dan bepaald dat de lift weg moest? Eigenlijk zeg maar redelijk dissonant was. Dus de ruimte die stinkt gewoon echt naar pies. Er wordt gedeeld. Dus het was een redelijk onveilige plek. Omdat wij ook niet beter wisten, hebben we gezegd van dan gaan we die weghalen. En dan gaan we werken aan vergroening van het plan. Immers, er is een lift in de straat. Er is ook een roltrap. En men kan ook iets verder omlopen om ook op het dek te komen. Dus er zijn eigenlijk 3 opties. En met het weghalen van de lift hebben we gedacht, dat is een logische stap. Een aantal scholen in de gemeente Bergendal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen gaat de komende maand de strijd met elkaar aan. Vanuit afvalverwerker DAR wordt namelijk een zogenaamde textielrace georganiseerd. Leerlingen zamelen zoveel mogelijk textiel in voor hergebruik en leren hierbij alles over repareren en recyclen. Dat je het niet moet weggooien, maar je kunt het altijd aan iemand anders geven of ergens naartoe brengen waar ze het recyclen. Want wat valt er allemaal onder textiel, weet je dat? Sokken, kleren, snuffels, schoenen, gordijnen. Dus ze kunnen kleding inzamelen, repareren. We adviseren kinderen om gratis weg te geven. En uiteindelijk hopen we dat we met elkaar minder kleding gaan kopen, want dat is tenslotte het beste voor de wereld. Het begint ermee met bewustwording. Echt uitleg krijgen van waar zit het probleem? Wat doen ze zelf met kleding die ze niet meer nodig hebben? Juist kinderen die groeien uit de kleding. Wat doe je dan daarmee? En het is echt gewoon zelf die bewustwording krijgen en leren van je kunt ook gewoon naar een recyclecontainer gaan. Of je kleinere zusje of broertje pakt die kleding over. Nou, ik ben wel de jongste in de familie, dus ik krijg vaak kleding van mijn zus. En ik heb wel mijn oude oppas, die heeft nu een kind. En zij, dat kind krijgt nu ook mijn oude kleding. Om te winnen van andere scholen moeten de leerlingen zoveel mogelijk punten scoren. En dat doen ze door kleding te repareren en te recyclen. Door allemaal langs de deuren of zelf allemaal kleding in te zamelen en dan in een grote bak. En dan per kilo krijg je dan punten. En wie de meeste punten heeft van 9 basisscholen, die krijgt dan een schoolreisje. En tijdens de textielrace willen kinderen graag aan de ene kant
iets educatiefs bijleren. Dus hè, wat gebeurt er nou met onze kledingindustrie en waarom is deze zo vervuilend? En aan de andere kant hebben ze een actieperiode of een campagneperiode waarin ze zelf actie gaan ondernemen en zo duurzaam mogelijk proberen om te gaan met ons textiel. De leerlingen leren dat textiel recyclen goed is voor mens en natuur. Als je iets niet recycelt, dan gooi je het gewoon in de prullenbak en dan is het weg. Maar als je het aan iemand brengt die het dan gewoon recycelt, dan heeft iemand anders er plezier van. Nou, we zien eigenlijk dat er veel te veel nieuw textiel nodig is. En terwijl we heel veel textiel ook weggooien. Hè, voor een spijkerbroek heb je 8000 liter water voor de productie nodig. En als we echt iets duurzamer willen leven met z'n allen, dan zullen we toch veel meer naar recyclede textiele kleding moeten gaan. Terwijl we eigenlijk moeten leren om het textiel bij de juiste plek in te leveren, dan wordt het of weggegeven, dus herbruikt, of het wordt gerecycled. De Stevensloop was afgelopen weekend een groot succes. Meerdere records zijn verbroken, waaronder de 5 kilometer. Milan van der Meer liep deze afstand in 14 minuten en 24 seconden. Een seconde sneller dan zijn vorige record uit 2022. Bij de vrouwen liep Femke Rosbergen de snelste tijd op de 5 kilometer. Dit liep zij in 16 minuten en 11 seconden. De 10 kilometer werd gewonnen in 29 minuten en 19 seconden door Luc Maas. De Groesbeekse Rut van der Meijden won de 10 kilometer met 36 minuten en 8 seconden. De halve marathon werd gewonnen door Frank Futselaar in 1 uur 5 minuten en 50 seconden. En door Marcella Herzog die hem in 1 uur en 13 minuten en 56 seconden liep. Dan was er ook nog een mooi record voor Janine Liebrand. Zij liep een wereldrecord op de halve marathon in de categorie vrouwen boven de 70 jaar. Ze kwam binnen na 1 uur 37 minuten en 54 seconden. 1 minuut sneller dan haar vorige record. Het seizoen zit erop voor de ijshockeyers van de Nijmeegse Devils. Afgelopen zondag speelden ze de finale van het kampioenschap tegen Amsterdam thuis in het Triavium. Helaas werd deze verloren, net als de voorgaande finale wedstrijd in Amsterdam, waardoor een derde ronde niet meer nodig is. Toch kijkt de ploeg terug op een topseizoen waarin onder meer de tribunes van het Triavium steeds voller en voller kwamen te zitten. Het was even wennen voor NEC, een keer verliezen. Helaas gebeurde dat afgelopen zondag. In de Galgenwaard bleef de brilstand lang op het scorebord staan, maar in de 61ste minuut pakte Utrecht dan toch de voorsprong met 1-0. Dat bleef ook uiteindelijk de eindstand, waardoor NEC zonder punten huiswaarts keerde. Door de nederlaag komt Utrecht 3 punten van NEC te staan. Wel blijven de Nijmegenaren op de 6e plek staan in de Eredivisie. Groot feest vandaag in Millingen aan de Rijn. Truus van Haren bereikte vandaag namelijk de bijzondere leeftijd van 100 jaar. Medewerkers van gasthuis Millingen, waar Truus woont, deden kort geleden een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk verjaardagskaartjes naar haar op te sturen. Ook wij van RN7 gaven daar natuurlijk gehoor aan. Als je jarig bent, komen er natuurlijk verjaardagskaarten. Truus kreeg er zelfs een koninklijke, van Willem-Alexander en Maxima. En hun beste wensen gaan naar u uit, met gevoelens van de meeste hoogachting. De koning en de koningin. Hallo. Zo. Nou, dat kan een applausje aan. De mensen van het verzorgingstehuis in Millingen, waar Truus woont, deden eerder een oproepje. Stuur deze 100-jarige ook een verjaardagskaartje. Nou, dat hebben ze geweten. In totaal meer dan 500 kaartjes. Zo. Daar kunt u nog wel even mee zoet zijn om die allemaal door te nemen. Er zitten natuurlijk ook verjaardagskaarten bij die nog veel mooier zijn dan de felicitaties van de koning en koningin. 100 cupcakes van Lon en de klas van Lon. Eén van mijn achterkleinkinderen. En de vraag aan een 100-jarige is natuurlijk, wat is het geheim? Hoe doe je dat, 100 woorden? Gewoon doorleven en doorademen. Gewoon doorademen. Lieve de Biek! Hey! Je biekt! Hey! Je biekt! Hey! 100 keer! Ook wij hebben namens de redactie een klein kaartje voor Truus. Truus, van harte gefeliciteerd met je 100ste verjaardag. Ja, het duurde vandaag even voordat de bewolking was weggetrokken, maar uiteindelijk kregen we toch de zon nog even te zien. En dat zal de komende dagen vaker gebeuren. Regen hoeven we voorlopig even niet te verwachten. De dagen zullen vooral met een mix van zon en bewolking verlopen. Morgen gaat dat samen met een matige wind bij een prima temperatuur morgen van 17 graden.
Ook de dagen erna blijft het zacht voorjaarsweer. Woensdag wordt de zachtste dag van de week met lokaal zelfs 18 graden. Vanaf het einde van de week neemt de kans op een stevige bui weer toe en gaat de temperatuur ook weer flink achteruit. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 18 maart. Kijk op rn7.nl voor het laatste nieuws uit jouw buurt. Morgen zijn we weer bij je terug en dan brengen we onder meer een bezoek aan het beroepsfeest dat morgenmiddag in het Nijmeegse Vaassum wordt georganiseerd. Ik zeg graag tot dan.